En NPS-verslaggever Sandra Parry die ging vandaag kijken bij Heimir Björgolfsson. Ik ben nu even met die eieren hier aan het werken. Dus ik heb heel veel eieren hier. Ik ben bezig met aan het uitknippen. Het zijn gewoon heel veel foto's van eieren. En dat is eigenlijk een kinderboekverhaal over mezelf. Eigenlijk wordt hij een soort bewust van zichzelf wie hij is. En wil iets anders doen dan wat zijn ouders zeggen. Het is een beetje een obsessie eigenlijk. Toen ik kind was, wilde ik een ornitholoog worden. En ik tekent constant vogels. En ik heb zelfs kranten gepubliceerd toen ik 9 was met vogeltekeningen van mij. En dan liep ik huis naar huis om dat te verkopen aan mensen in de buurt. Voor mij zijn die vogels eigenlijk een soort symbool voor zoveel andere dingen dan zichzelf. Het zijn eigenlijk een soort metaforen van menselijke situaties, van een menselijk gedrag. Je zou nooit een flamingo in een Elbe River zien. En hij is er ook heel erg bewust van die twee en van dit ding hier. Maar toch blijft zij heel rustig. Maar dat is misschien alleen maar om dat van buiten te zien. Misschien is hij helemaal niet rustig. Ik heb al een paar kasten met vogels gelegd. Oké. Fantastisch. Die hoofden moeten eigenlijk aan de zon. Dat zou heel mooi zijn. Waarom? Ik heb de plaatjes nog gewoon niet gelegd. Zuid-Amerikaanse ooievaar. Ja, björnooievaar. Ik vind vogels gewoon fascinerend. En ik zou heel graag willen weten hoe ze denken. Ze zijn eigenlijk een soort symbool van vrijheid die mensen eigenlijk niet hebben. Mensen zijn een beetje in het gevaar om... ze willen lijken als iedereen. Mensen willen niet... Het wordt steeds meer zeldzaam dat mensen durven zichzelf te blijven en dicht bij zichzelf te houden, vind ik.